Vandaag een antwoord op de vraag van Amanda. Amanda kampt heel regelmatig met maagklachten en ook darmklachten. En Amanda is ook om de havenklap ziek. En heeft allerhande ontstekingen in haar lijf. En krijgt infecties en dergelijke. Dit betekent, zo heeft Amanda begrepen, dat haar afweersysteem niet naar behoren functioneert. Waaronder de cellen die behoren tot je afweersysteem, dat zijn witte bloedcellen, die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal. Dat die dus ook niet naar behoren functioneren. En dat daar haar klachten uit voortkomen. Amanda heeft begrepen dat je afweersysteem, de cellen behoren tot je afweersysteem, waaronder de witte bloedcellen die al aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal, dat deze niet goed afwijkend abnormaal zullen gaan functioneren wanneer de membranen van deze cellen beschadigd zijn geraakt, in slechte conditie verkeren. En Amanda heeft begrepen dat de membranen van deze cellen, deze witte bloedcellen, dus cellen behoren tot je afweersysteem, waaronder de varianten die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal, dat deze beschadigd zullen raken en in conditie zullen verslechteren met deze abnormale afwijkende reacties van je afweersysteem tot gevolg. Slecht functionerende cellen behoren tot je afweersysteem tot gevolg. Onder andere wanneer er een langdurig verhoogd glucosegehalte heerst buiten de membranen van deze cellen. Dus buiten de membranen van witte bloedcellen, waaronder de witte bloedcellen die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal. Dus in de wand van je spijsverteringskanaal. Wanneer daar langdurig verhoogd glucosegehalte heerst, dan kunnen en dan zullen de membranen van cellen en ja, dus ook de membranen van witte bloedcellen, cellen behoren tot je afweersysteem, beschadigd raken. Namelijk, en daar is een abnormale werking van cellen ja, het gevolg van. Amanda wil dan ook heel graag weten of ze invloed uit kan oefenen op ja, dat verhoogde glucosegehalte buiten de membranen van de cellen in de wand van het spijsverteringskanaal. En dus ook buiten de membranen van witte bloedcellen die daar aanwezig zijn. Want dan wil ze die invloed erg graag gaan uitoefenen. In gunstige zin uiteraard. Zodat dat gehalte maar niet al te hoog wordt. Schade aan de membranen van de cellen daar. Waaronder de witte bloedcellen daar. Zoveel mogelijk beperkt of misschien zelfs voorkomen kan worden en dat afwijkende functioneren van witte bloedcellen daar ook zoveel mogelijk beperkt en voorkomen kan worden aangezien haar maagklachten en haar darmklachten al die ontstekingen waar ze steeds mee kampt en die infecties waar ze steeds mee kampt en dat regelmatig ziek zijn als gevolg van zijn. Dat is de vraag van Amanda. Nou, Amanda. Het glucosegehalte buiten de membranen van cellen en dus ook buiten de membranen van de cellen in de wand van je spijsverteringskanaal, waaronder de witte bloedcellen die daar aanwezig zijn, zal verhoogd raken wanneer cellen, in dit geval de witte bloedcellen daar in de wand van je spijsverteringskanaal, niet goed in staat zijn om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen. Waaronder informatie over het glucosegehalte in de buitenwereld. Dus de hoeveelheid glucose buiten cellen. Want op het moment dat cellen geen informatie kunnen ontvangen of niet goed informatie kunnen ontvangen afkomstig uit de buitenwereld,
Waaronder dus ook informatie over het glucosegehalte in de buitenwereld, dus buiten cellen, buiten de membranen van cellen. Ja, dan kunnen en dan zullen ze daar ook geen reacties op vertonen. En kunnen en zullen ze dus ook niet een teveel aan glucose wat buiten de membranen van cellen aanwezig is, in cellen gaan opnemen. Zodat het gehalte buiten de membranen kan gaan dalen. En zal dus zo'n verhoogd gehalte aan glucose verhoogd blijven en ook steeds hoger worden. Dat is dus het gevolg van cellen die ten eerste niet goed in staat zijn om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen. Waaronder informatie over het glucosegehalte in de buitenwereld. Maar ten tweede ook niet in staat zijn dat als ze die informatie wel zouden kunnen ontvangen en hebben ontvangen, niet in staat zijn bijvoorbeeld om de glucose die buiten membranen van cellen aanwezig is, wanneer dat te veel dreigt te worden, het gehalte te hoog dreigt te worden, om dat dan in cellen op te nemen. En dat gehalte te laten dalen, zodat schade aan membranen voorkomen kan worden. Het niet kunnen ontvangen van informatie afkomstig uit de buitenwereld en het ook niet kunnen opnemen van stoffen die buiten de membranen van cellen, dus in de buitenwereld aanwezig zijn, zoals glucosemoleculen, dat is aan de orde wanneer cellen, in dit geval hebben we het over witte bloedcellen, en dan ook nog eens specifiek de witte bloedcellen die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal, wanneer cellen niet goed in staat zijn om nieuwe receptoren, dat zijn membraangebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig uit de buitenwereld mogelijk maken, waaronder informatie over het glucosegehalte in de buitenwereld, maar ook informatie afkomstig van hormonen, hormonen zoals het hormoon insuline, het hormoon wat cellen stimuleert om glucose uit de buitenwereld op te nemen. Wanneer cellen niet in staat zijn om die eiwitten, die receptoren, die membraangebonden eiwitten die ontvangst van informatie afkomstig uit de buitenwereld mogelijk maken, dan zijn cellen niet in staat om goed informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen. En ook wanneer cellen niet goed in staat zijn om glucosetransportjes te vormen. Ook dan zal het glucosegehalte buiten de membranen van cellen verhoogd raken, want wanneer cellen niet goed in staat zijn om glucosetransporters te vormen, ja, glucosetransporters, dat zijn ook membraangebonden eiwitten, membraangebonden eiwitten die specifiek het transport van glucosemoleculen door membranen mogelijk maken, want glucosemoleculen kunnen niet zomaar door membranen, en die dus een te hoog gehalte aan glucose buiten membranen kunnen laten helpen dalen. Maar wanneer cellen niet in staat zijn om die glucosetransporters, die membraangebonden eiwitten, te vormen, zijn cellen dus ook niet in staat om een te hoog gehalte aan glucose buiten de membranen te laten dalen, want dan zijn cellen niet in staat om met behulp van die glucosetransporters een teveel aan glucose buiten membranen door membranen te transporteren, zodat het in cellen opgenomen kan worden. Wanneer zijn de witte bloedcellen in de wand van je spijsverteringskanaal niet in staat om nieuwe receptoren te vormen, membraangebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig uit de buitenwereld mogelijk maken, en ook niet in staat om nieuwe glucosetransporters te vormen, membraangebonden eiwitten die het transport van glucosemoleculen door membranen mogelijk maken. Dat is wanneer die cellen, die witte bloedcellen, cellen behoren tot je afweersysteem, die aanwezig zijn want van je spijsverteringskanaal, wanneer deze niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Nieuwe eiwitten zoals membraangebonden eiwitten, zoals receptoren, zoals transporteiwitten, zoals specifiek glucosetransporters. En wanneer zijn cellen, in dit geval witte bloedcellen, niet in staat om nieuwe eiwitten te vormen of niet in het bezit van voldoende aminozuren om nieuwe eiwitten te kunnen vormen? Dat is wanneer de vertering van de eiwitten
in jouw voeding tot kleinere delen tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal, dus buiten die cellen die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteringskanaal, wanneer dat niet goed verloopt. En al een tijdje niet goed verloopt, want wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal, wanneer dat niet goed verloopt, dan kunnen en dan zullen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, waaronder essentiële varianten ervan, dat wil zeggen varianten van aminozuren die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, niet geabsorbeerd, niet opgenomen worden in je darmwand en lijf. En kan geen enkele cel, dus ook de cellen die aanwezig zijn, de wand van je spijsverteringskanaal daarover beschikken. Waaronder de witte bloedcellen die daar aanwezig zijn. En wanneer cellen niet kunnen beschikken over de essentiële varianten van aminozuren, dus varianten van aminozuren die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, dan zijn cellen niet in staat om nieuwe eiwitten te vormen. Nieuwe eiwitten zoals receptoreiwitten, membraangebonden eiwitten, nieuwe eiwitten zoals transporteiwitten, membraangebonden eiwitten. En zijn cellen niet in staat om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen met behulp van receptoreiwitten. En zijn cellen niet in staat om stoffen door membranen te transporteren zoals glucose moleculen met behulp van transporteiwitten. En ja, dan kan dus een hoog gehalte aan glucose buiten membranen van cellen ontstaan. Kan dat vervolgens niet verlaagd worden. Want cellen kunnen daar nog geen informatie over ontvangen en kunnen daar ook niet op reageren door een teveel aan glucose door membranen te transporteren. En dan kunnen en dan zullen membranen van cellen beschadigd raken. En wanneer dat aan de orde is, ja, dan gaan cellen afwijkende abnormale reacties vertonen. En op het moment dat cellen behoren tot je afweersysteem afwijkende abnormale reacties gaan vertonen, ja, dan komen daar klachten uit voort. En wanneer dat specifiek de witte bloedcellen in de wand van je spijsverteringskanaal zijn, ja, dan komen daar vaak maar klachten en dan klachten uit voort. Dat kan dus enkel afnemen. Deze klachten kunnen enkel afnemen. Die cellen boren tot je afweersysteem. Kunnen dus enkel weer beter, normaler gaan functioneren. Op het moment dat de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal, wel weer goed gaat verlopen. En wanneer is dat? Dat is wanneer jouw voeding optimaal, liefst dagelijks, voorziet in vocht. Alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren en niet daarbij naast ook voorziet in allerhande niet-essentiële stoffen, niet-voedzame stoffen, niet-verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Wil jij dus graag een betere werking van jouw afweersysteem, een normalere werking van je afweersysteem en minder maagklachten, minder darmklachten ervaren en minder vaak ziek zijn en minder vaak ontstekingen hebben en minder vaak infecties en zo krijgen, dan zorg er dan voor dat jouw voeding optimaal, liefst dagelijks, gaat voorzien in vocht. Alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren. En niet daarbij naast ook blijf voorzien in alle handen niet-essentiële stoffen, niet-voedzame stoffen, niet-verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Dat als antwoord op je vraag.